gaan het over internet en telecom hebben. Dat doen we maandagochtends met Bernie Duin van Optie 1 Telecom. Bernie, goedemorgen. Goedemorgen, Arnoud. Hi. Hey, en Bastiaan. Hey, goedemorgen. Uiteraard, ja. What's in the name natuurlijk ook, hè, maar zonder hem doe je het natuurlijk ook niet. We gaan het hebben over als eerste Apple maar. Hè? Want Apple wil graag dat je natuurlijk alleen maar bij Apple je spullen ter reparatie aanbiedt. Waarom niet ergens anders? Ja, dat klopt. Apple lijkt ook met de nieuwe iPhone, de iPhone 12, steeds sterkere beveiliging ingebouwd te hebben in de iPhone. Zodat je niet zomaar zelf onderdelen kan vervangen. Dat doen ze natuurlijk zoveel mogelijk om het zelf in de hand te houden. En ook zeker te weten dat onderdelen van goede kwaliteit in het toestel komen. Maar ja, aan de andere kant wordt het zo wel steeds lastiger om voor een normale consument je toestel gewoon mooi te houden en betaalbaar te laten maken op het moment dat het cameraatje kapot is of het display het niet meer doet. Ja, maar gaat het om de elektronica of gaat het ook echt om het glas of de microfoon of de dingen die het meest snel kapot gaan eigenlijk? Ja, nou ja, ze zijn de laatste jaren al bezig geweest om onder andere de batterij en het scherm extra te beveiligen. Vorige week is gebleken dat ook de camera van de iPhone 12 niet te wisselen is tussen twee verschillende iPhones. Dus onderdelen worden echt specifiek gekoppeld aan het serienummer van je telefoon. Dus daardoor kun je niet zomaar een andere camera meer in je iPhone zetten zonder dat je dat serienummer koppelt. Tjoe, waarom doen ze dat? Ja. Waar is dat voor nodig? Geld verdienen natuurlijk, hè? Ja, en ik vind het juist een beetje heel erg in tegenstrijd met het milieu waar ze zich zo op richten de laatste jaren. Want ja, op het moment dat je het repareren steeds moeilijker maakt, ja, hoe ben je dan goed bezig voor het milieu? Ja. Dat vind ik wel erg opvallend, want ze zijn zo erg bezig met steeds minder plastic in de verpakkingen te doen en dat soort dingen. En dan krijg je dit er inderdaad bij. Is het typisch een Apple dingetje of hebben al die andere merken dat ook op het ogenblik? Nou, momenteel is Apple het enige bedrijf die dat ook doet. Andere merken hebben dat niet. Wat Apple zelf ook zegt is, wij doen dit om zeker van te zijn dat de beveiliging ook goed is van het toestel. Dat is namelijk een van de redenen, of een van de dingen waar Apple zich heel erg op richt. Bijvoorbeeld je camera van je iPhone wordt ook gebruikt om je telefoon te ontgrendelen. Dus daarom moet die beveiliging gewoon goed op orde zijn. En daar hecht ze gewoon enorm veel aandacht aan. En ja. Dat is een van de redenen waarom het zo versleuteld is. Ja, dat is natuurlijk hun vertaling, hun kant van het verhaal. Maar we weten ook dat er diverse sites zijn die dezelfde spullen aanbieden. Alleen dan zit het Apple-logootje er niet op natuurlijk. En veel goedkoper. Ja, dat klopt. Ja, er zijn heel veel refurbished onderdelen in omloop. Maar er zijn inderdaad ook namelijk onderdelen. Maar ook onderdelen die eigenlijk al uit de Apple-fabriek komen. Maar waar geen Apple-logootje op staat. Ja, het wordt steeds lastiger om daarmee te gaan sleutelen. En daarmee ook steeds lastiger voor kleine telecomboeren of kleine reparateurs. Om ook een werk uit te kunnen voeren. Ja, maar meestal gaat het om een glasplaatje natuurlijk. Hè? Of een accu die vervangen moet worden. Ja, dat klopt. Ja, dat zijn meestal de onderdelen. En ook in de batterij zit tegenwoordig al een beveiliging. Je kunt bij de instellingen van je batterijconditie kun je zo zien of je batterij legaal is of niet. Of origineel is of niet. Dat geeft namelijk gewoon een error op het moment dat het niet een originele accu is. Voordeel eraan is natuurlijk wel dat je een goede garantieperiode op jouw reparatie kan verwachten dan. Ja, dat klopt. Want je hebt natuurlijk veel meer zekerheid van op het toestel. Daarnaast gaat je Apple-garantie gewoon doorlopen op het moment dat je originele onderdelen gebruikt en toen erkende reparateur het laat maken. Dus dat blijft gewoon actief. Ja, maar duurt het ook langer of niet? Nou, op zich, een reparatie bij Apple kan binnen een week gedaan worden. Dus dat is wel redelijk snel. Alleen ben je toestel wel vaak kwijt. Ja, dat wel. Ja. Dus je kunt niet even zo even ergens naar binnen wippen en een nieuw schermpje erop en weer naar buiten. Ja, dat wordt steeds lastiger. Dat wordt steeds lastiger. Maar krijg je misschien een leentoestel of niet? Ja, dan heb je inderdaad een leentoestel om de tijd te overbruggen. Dat ook. Dus er zijn allemaal wel weer oplossingen voor. Alleen het is gewoon jammer voor de kleine zaakjes die zelf willen repareren. Ik verwacht overigens wel dat er weer apparaatjes komen die dit probleem oplossen. Dus met een beetje geluk kunnen monteurs gewoon blijven repareren. Dus jij hebt de komende tijd iets minder werk? Ik heb heel veel werk. Ik heb genoeg te doen. Zometeen gaan we het hebben over smartphone-verslaving. Ik kijk even naar Arnoud. Ben jij verslaafd aan je smartphone? Dat zegt iedereen natuurlijk van niet. Nee, maar ik denk dat als je hem meerdere keren per dag en het aantal keren per dag bij elkaar optelt, dat je toch enigszins praat over een soort van verslaving. Ik kijk eventjes naar Bernie. Bernie, ben jij verslaafd aan jouw telefoon? Ik ben er wel een beetje bang voor, ja. Sinds schermtijd op mijn telefoon zit, ben ik geschrokken van mijn gebruik. Daar gaan we het zo meteen over hebben. We gaan het hebben over smartphoneverslaving. En dat doen we met Bernie Duin van Optie 1. Bernie, goeiemorgen.
Goedemorgen. Zijn er veel mensen verslaafd aan een smartphone? Ik denk zeker dat er heel veel mensen verslaafd aan een smartphone zijn. En vooral dat ze zich onbewust erg zichzelf er naartoe trekken. Dus ik vermoed wel dat er heel veel mensen zijn die het hebben. En vooral sinds schermtijd in de telefoon zit, is het ook steeds beter meetbaar. Dus ik denk dat heel veel mensen dat wel hebben. Maar wanneer praat je over verslaving dan eigenlijk? Als je er niet meer zonder kunt, als je al 10 minuten onderweg bent en je denkt, ik ben mijn telefoon vergeten, ik moet terug, want anders dan voel ik me onthand of zo. Nou, ik denk eigenlijk vooral dat je jezelf betrapt op het feit dat je telefoon pakt zonder dat je weet waarom je hem pakt. Ja. Dat je hem gewoon in je handen pakt en denkt, wat heb ik eigenlijk, wat ga ik eigenlijk doen? En dan leg je hem weer weg. Uit verveling. En je krijgt natuurlijk nu tegenwoordig van die schermtijd berichten. Hè? Hoe lang je met op je telefoon zit per dag of per week. Ja, dat klopt. Daardoor volgens is alles mij schrikt iedereen zich helemaal het apenzuur. Ik heb hem uitgezet. Heb je het uitgezet? Ja, ik zie, vanmorgen heb ik er weer eentje binnengekregen. Ik zeg het niet ook. Nee. Ja. Ik vind het heel lang. Veel te lang eigenlijk. Ja, dat klopt. Dat klopt. En je kunt er een slotje op zetten dat je niet meer in de apps kunt na een bepaald tijdstip. Maar ja, dat slotje kun je gewoon omzeilen door een code in te voeren. Dus dat maakt het allemaal veel te makkelijk om toch stiekem even op de socials te gaan. Ja, dus die tijd had je ook aan je vriendin kunnen besteden. Ja. Ja, bijvoorbeeld. Ja, of ja. Maar Bernie, er is een Nederlandse start-up die een oplossing heeft. Althans, dat heb jij gemeld. Ja, dat klopt. Ja, er is een Nederlands start-up bedrijf wat een USB-key heeft ontwikkeld. Het mooie van dit is dat het een fysiek apparaatje is. Die stop je in je telefoon. Op het moment dat die sleutel erin zit, kun je binnen alle apps die je wilt, alle apps die je toewijst. Op het moment dat je sleutel eruit haalt, kun je alleen maar de basis-apps doen, dus die belangrijk zijn. En juist doordat het nu een fysiek dingetje is, een fysiek sleuteltje die je echt erin moet stoppen, word je nog meer bewust van het feit dat je alleen maar moet pakken wanneer je hem echt nodig hebt. En misschien op die manier ook dat bij je kinderen kunt doen. Maar wanneer heb je hem echt nodig? Je bepaalt zelf de apps daarvoor. Dus de sleutel stop je erin op het moment dat je bijvoorbeeld Facebook wil openen. Of dat je WhatsApp wil openen. Misschien WhatsApp niet. Of gewoon Safari. WhatsApp, bellen, Facebook. De basisdingetjes die je nodig hebt. Dan stop je de sleutel er niet in. Want dat werkt altijd. Maar op het moment dat je de sleutel erin stopt, dan worden de rest van de apps vrijgegeven. Oké. Ja, maar wie bepaalt dat wat de rest van de apps belangrijk zijn? Dat moet je zelf doen. Dat mag je zelf doen. Dus je bepaalt zelf welke apps er opengezet worden. En daardoor kun je gewoon doen wat je leuk vindt en wat je belangrijk vindt. Is dit voor grote mensen of is dit iets voor in je schoen straks? Dat je zegt van mijn kind die heeft een telefoon, maar ik heb liever niet dat zij de hele dag dit en dat doen. Nee. Nou ja, dat is ook een beetje het idee van het product. Het is een redelijk betaalbaar dingetje om te kopen. Het is een leuk schoencadeautje, maar ik denk niet dat je kind er heel blij mee is. Nee. Nee, dit wil je niet in je schoen hebben. Nee, ja, maar aan de andere kant. Nee, ik bedoel, als jij stout bent geweest, dan 7 uur, ja. 7 uur op je telefoon zit de hele dag. Ja. Ik zeg maar wat. Ja, En je wil dat liever niet. Maar ik denk dat het dan toch meer zit in softwaremate. Want dit dingetje kun je zo eruit en erin stoppen, weet je wel. Ja, daar heb je niet zo heel veel aan. Ja, nee, maar als jij, zeg maar, weet ik veel, al die spelletjes erop hebt staan, en dan moet je dus, zeg maar, dat sleuteltje erin steken. Ja, kan je pas dat spelletje spelen. Je geeft mij het sleuteltje en dat ligt in een kluisje tussen die en die tijd. Ik vind het een slecht idee van mezelf. Ja. Maar je kunt het ook andersom doen. Hè? Als je kind zijn eerste telefoon krijgt, dan lever je de telefoon direct met zo'n sleutel erbij. En dan zeg je van, op het moment dat je een sleutel hebt, mag je alles doen. En als hij eruit is, mag je niks doen. Dan zijn ze ook niks anders gewend. Ja. Dus misschien is dat goed voor de verslaving op lange termijn. Ja, dat is wel. Wij zijn al verpest. Ja. 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 Goed, ja. We hebben het over telefoons, toch? Ja, zeker. Ja, nee, omdat je begint over wij zijn al verpest. Maar goed. Hoe komen we aan dat sleuteltje? Is dat nu al te bestellen of is het een soort crowdfunding? Nee, het was een crowdfunding project, maar het is inmiddels is de levering gestart. Dus je kunt hem eventueel al aanschaffen, mocht je dat willen. Denk er goed over na, in verband met discussie in huis. Ja. Maar er is aan te komen, ja. Ja, nou, dat wordt een heftige discussie. Jullie zijn niet echt enthousiast, hè? Nee, ik vind het hartstikke leuk, hoor. Leuk bedacht, maar ik denk niet dat het werkt. Nou, ik denk wel dat het de toekomst is dat bedrijven dit soort dingen moeten gaan maken om die afleiding op je telefoon, om te voorkomen dat iedereen tegenwoordig alleen nog maar op zijn telefoon zit. Of zijn iPad natuurlijk ook. Maar. Ja. Het is een wereld. Je hebt tegenwoordig natuurlijk ook al
Je hebt tegenwoordig ook al wel bedrijfsprofielen die je aan een iPhone kunt toevoegen. Dus daardoor heb je al een bepaalde beperking in je toestel zitten. Maar dit is een mooie aanvulling daarop. Ja, oké. Wees bewust wat je met je telefoon doet. Ja, dat moet je sowieso doen, ja, vind ik. Nog belangrijker. Bernie, dit was hem, hè? Ja, dat was hem weer. Ja, zeker. Wat heb je op de... Je hebt een ander radiostation op de achtergrond aanstaan, ja, hoor ik. Ja, ik hoor het ook de hele tijd. Hoor je dat? Oh, dat meen je niet? Ik heb... De vijf uur show. Ja, kijkt er nog iemand, toch? De vijf uur show in de herhaling zit je te kijken. We hebben de kijker gevonden. Die ene kijker hebben we gevonden. Bernie, dankjewel. Tot volgende week.